Cent. Oké. Dirt. Cent. Waar is godverdomme lava? Ik vind wel water. Hoppa. Dat is nog niet verkend. Gedaan, nou, tenminste zit ik nu de mensen te laten zien waar we allemaal zijn geweest. Wat ik niet heb opgenomen. Ik heb hier een lava fontein. Maar die moet ik... Die wil ik niet uitschakelen. Nu hoor ik dat ene... Het betekent gewoon dat je gewoon in een grote god zit. Of een grote god in de buurt is. Hoe zit het met eten? Hebben we nog wat te eten? Moet je de tuin checken? Kan iemand mee tp'en? Ik heb geen zin om terug te lopen. Lange weg. Zo. Oké, daar doen we de iron in. Of het hebben we al zoveel iron, joh. Dat valt niet tegen. Wow, oké, dank je. Oké, nu even hier de lava in het houten huis stoppen. Nee, de wiet wil niet echt hard groeien, hè? Nee, ik wil eigenlijk wat boom hier opgooien. Doe maar. Ik maak de kleine lava, de cobblestone generator op het strand. Hey, twee pijlen aan de bot. Nee. Wat? Dat is onze mooie beach. Ja, oké, doe ik ergens anders. Kunnen we beachvolleybal doen en alles? Beachvolleybal. Maar even grappig te zijn. Wat wil je niet doen? Dan doe ik het hier wel. Ja. Ik draad kwijt soms, hoor. Hou je een draad vast dan? Nee. Oh, hier, bone. Zie je bone daar, op dat betreft ben ik heel flauw. Mhm. Joh. What the fuck? Ja, als het goed is, moet die. Dag. Nee, dat is de enige boommeel. Ik heb 5 bones. En krijg je nou per 3? Ja, zie je wel. Ik heb 15 boommeel. Moet ik even gaan. Is er nog ijzer? Ijzer zat. Ja, ik weet niet of jullie al armor of zo ermee hebben gemaakt, dus dan voel ik het even. Nee, nog niet. Iron zit gewoon nog in de. Ik heb nog een ammo nodig. Ik doe het even een beetje anders. Waar is het ijzer? Ja. 1, 2, 3. Thank you. Ik heb heel veel kistglitches. Je weet dat het dek zo open blijft. Ja. 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 Mm-hmm. Vervelend. Mm-hmm. Weet je wat? Ik loop er gewoon doorheen. Hop. Loop er gewoon doorheen. Mag je een hoog gaan pakken en opnieuw gaan houden? Nou, het ziet er nog goed uit. Oh. Hop. Waar staan... Hop. Dan moet ik een morgen gemaakt. Ja, nou loop jij wel plat. Verdomme. Oh, sorry hoor. Ja, dat kan ook gewoon nog door jou zijn geweest hoor. Omdat jij er doorheen bent gelopen. Soms lijkt dat wel eens. Dan komt er pas later weg. Ja. Dat was gay. Ja, geef je mij weer helemaal voor niks de schuld. Nee. Ja, nee, het is precies op de plek waar jij naar beneden viel. Oh shit. Oké. Zou je nou, ik zweer het? Nee, hij zei, oh shit. Maar weet je wat grappig vindt? Ik zie nooit poep, dus dat vind ik. Ik kan weer opnieuw lava halen, godverdomme. Oh, wat een... Deze keer neem ik 2 emmers mee. Wat een hondendrol ben jij ook. Ik heb 11 wheat. Kan je wat met wheat? Hey, we zijn al over 12. Ja, broodjes bakken. Of een taart maken. Ja, dan heb ik ook suiker nodig. Sugar. Ja, sugar cane. Sugar. Cane. Sugar rush. Oké. Grass seeds. Hier ook nog mijn grass seeds. Ik hoor toch verdomme zo'n lava. Waar komt dat er vandaan? Zo. Laat me lekker groeien, die shit. Ik hoor. Oh, dan is het weer tijd voor een FPS dip. Jammer is dat. Oh. Ja, dat weer terug. Hoort er ook bij. Klik. Nou. Klak. Kloek klak. Ik weet ze wel bruin te bakken, die broodjes. Ben je daar goed in? Nou. Nou, vraag. Oh, waarom loopt het nou zo slecht, joh? Is dat echt vaker zo bij Minecraft of tijdelijk? Ja, ik heb het met Battlefield dus ook elke keer. Dan lijkt denk op dat het met de temperatuur te maken heeft of zo. Dat het dan even te warm is. En dat ik weet niet of je misschien een extra cooler onder je laptop hebt. Nee.
Nou, dat verklaart dan, is hij gewoon te warm. Zou dat dan toch met hitte te maken hebben? Ja, dan meestal als dingen over hitte, dan gaan dingen uitschakelen. Of gaan die extra zachter draaien. En dan kan dat doorkomen. Ja, maar zou ik dat ook moeten... Maar je hebt niet wat hoger plaats of zo, dat er... En je moet ook denken, je zit op één harde schijf op te loaden, dus die harde schijf is extra harder aan het werken. En dat doet het nog verlangzamen. Want nu heb ik dus even recording even uitgezet. En nu loopt die langzaam FPS, gaan we oplopen. Ja. Oh, zit je nu niet op te nemen? Ja, dat is, nou ja, omdat ik wilde checken van, joh, draait er dan een programma op de achtergrond op dit moment opeens? Dus dan zet ik hem even stop. En nu loopt hij weer van 30 FPS terug naar de 100. Heel langzaam. Ja, nou is het 100. En ik sta gewoon stil. Ja, als je stil staat, gaat hij altijd naar 100. Ja, maar net was hij op 20 terwijl ik stil stond. Typisch, hè? Vaag. Ja, ik word er een beetje debiel van. Ja, moet je gewoon een nieuwe computer halen. Ja. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan, joh. Ja, dat klopt wel, ja. Dat is dan 1600 euro. Win de lotterij. Ja, nou heb ik gewoon 130 fps. Dan lopen ze het gewoon langzaam weer opgebouwd. TP maar alsjeblieft. Zo vreemd. Heb jij die hengel? Jo, je tp't nu een beetje te veel, hè? Heb ik nog die hengel? Ja, die hengel zit in de toolkist. Toolkist, hoor je het? Toolkist. Ja, maar ik kan hem niet vinden. Kijk ik waarschijnlijk niet goed. Maar... Gereedschap tools. Ja, maar ik zie hem. Oh, daar zo. Torches heb ik ook gewoon bij tools gegooid. Die kan op. Nou, eens kijken of ik een vis kan vangen. Dat is niet mijn sterkste punt, maar... Dadelijk vang je een stuk of 20 vis in één keer. Ik hoop het. Bam, mijn Minecraft loopt vast. Oh. Jullie zijn niet de enige. Ja, ik vind het zo typisch soms. Dan moet je toch eens proberen gewoon weer dat die losse harde schijf, kijken hoe het dan gaat. Ja, maar misschien met USB 3 dat het dan wel kan, maar dit is nog USB 2. Volgens mij is die overdracht is langzaam. Het is denk ik geen kwaad om even een opnametest te doen. Oké, of nee, ja, ik zat ook te denken dat ik dat nu kon doen, maar dan kom ik echt stekker tekort. Moet ik even een... Maar zit je weer op te nemen of niet? Nu heb ik er weer even aangezet, ja. Ah, oké. Okay. Hoe doe je dat zoals met de video's? Als je dingen zomaar uit en aanzet, of kijk je dan gewoon hoe het gaat? Met elkaar verbinden, dat zie je niet bijna niet, joh. Hoe bedoel je? Van met tijden en zo, dingen dat je uitzet, andere aanzet. Die gewoon, zeg je dat ook wel eens dat je uit en aan hebt gezet? Zoiets bedoel ik. Nee, dat zie ik dan straks bij knippen en plakken wel. Ja. Ja, dat is soms wel eens een zoutje. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat klopt. Soms is het heel veel werk om de goede clips eruit te halen, maar... Ja. Vaak omdat ik niet zoveel eruit knip, dan vind ik de video leuker. Mhm. Wij knippen ook haast niks eruit. De enige wat wij... Ik zit in die grot rondom, ik ben compleet verdwaald. Maar wat wij meestal eruit knippen zijn alleen maar dat ze wat materiaal verzamelen. Zoals alleen maar mijnen of alleen maar stenen verzamelen. Zo'n dingen knippen we eruit. Maar de meeste proberen we dan op te nemen. Ik weet echt helemaal niet meer waar ik moet zijn. Wij doen het ook helemaal niet, dat bouwen. Dus dat probleem hebben wij niet. Nee, maar kijk, bij customs maps... Oh! Oké, dank je. Bij custom maps hoeft dat ook niet, hè. Nee, ja, nee, daarom vinden wij dat leuk, die adventure maps. Dat is gewoon met een duidelijk doel iets we doen. We hebben alvast één obsidian die we niet weg kunnen halen. Mm-hmm. Ja, nu moeten we wachten op doels van de kijkers, hè. Wat is er? Oké, nu ben je nieuwsgierig. Oh jee. Ik zag dat Yves aan het vissen was. En je zit heel aandachtig naar de dobber te kijken. Dus ik ging heel langzaam zo. voor de langslopen. Oh. Dus ik zie ineens een mannetje voor mijn beeldscherm. Okay. Nou. Ik heb al 2 vissen. Auw. Dus... What the fuck. Het is nacht. Kijk, al mijn voetbal is leeg. Ik denk al, wat is er aan de hand? Oh. Je moet een slappe lach hebben. Ik dacht eigenlijk dat je zou schrikken, maar het was niet helemaal de reactie die ik had gemaakt. Oké, wij gaan in bed liggen.
Oh, het wordt alweer donker. Godverdorie. Het gaat snel, hè? Ja. Hebben wij aan het begin heel veel last van gehad. Dan hadden we nog niet eens de muren opstaan van een hutje. Ja, maar we zijn nu met z'n vieren, dus het gaat nu veel sneller. Ja. En vergeet die deur niet dicht te maken. Ja, ik moet er binnen wel. Dave. Ja. Hou op met mijn tp'en. Ik zie gewoon dubbele gezichten. Ik zie jouw gezicht en mijn gezicht. Ja, maar dat ziet er grappig uit. Moet je eens een keer proberen. Eve in jou teleporteren terwijl ze slaapt. Moet je eens doen, Jim. Zet er alvast klaar, laat wat, eerst... Wat moet hij met me doen als ik slaap? Daar houdt niet zo van, hoor. Zet er alvast klaar. Oh! Oh ja, maar je sliep nog helemaal niet. Nee, je moet wachten tot ze slaapt. Wat was jij aan het doen eigenlijk? Nee, wat ben ik nu aan het doen? Ik zweef boven jou. Nee, je staat op bed. Oh ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Kan dat wel? Ja, tuurlijk kan dat wel. Nou, kom op. Ik zit hier met mijn hengel. We gaan ze in bed liggen. Allebei in bed liggen. Dan moet Jim en jou typeren. Wel snel, hè? Hup, hup, hup. Hup, 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 hup. Gaat er dan iets raars gebeuren? Oh? Dat. Die zitten nu in elkaar. Wacht, blijf daar. Niet bewegen. Niet bewegen. Ik maak een foto. Het ziet er heel raar uit, denk ik. Oké, okay, ik heb een foto gemaakt. Jullie zijn maar lachen. Is dit X-rated? Nee! Oh. Het leukste is, hè, Jim, jouw gezicht staat recht en die van haar staat compleet scheef. Dat ziet er echt. Ik stuur je dadelijk de foto. Dat is raar. Wat? De haarbed is occupied staat. Ja, dat is je haar tp, ze moet eruit. Kijk, kijk. Zo ziet de foto eruit, wacht hier. Oh, kijk, Jo, ga jij nu in een andere bed liggen? TP. Oh, dan gaan die hoofden door elkaar heen, dat is ja, raar. We kunnen bijna iedereen erin spawnen. Iedereen tp'en. Oké, okay. Iedereen hem. Dan komen we later gewoon slapen. Ja. Gaan we gewoon in haar liggen? Gaan we gewoon in haar liggen? Ja. Dat klinkt heel raar, hè? Dus ik heb maar even gezegd. Ja, ik geef je helemaal gelijk. Louis, niet doen. Hoeft niet kapot. Wie is Louis? Louis, Paul. Louis, dat is de jongste. Ik verstond Louis. Jongste. Nee, Bluey. 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 Heel erg ondeugend. Ja. Ik, mijn hond heet Joy. Mijn hond heet Joy. Oh. Ah. Oké, ik ga even iemands bed kapot slaan. Nee. Ja. Ze blijft liggen. Ja, wat de hel? Oh ja, nou ben je eruit. Ik laat die bedden maar terug. Ik ging er niet uit. Weet je, normaal... Spring je het er toch zelf uit? Ja, maar je bent... Het ging even niet goed. Ja, je moet het nog een keer doen. Het was een glitch, je was tp'd, dus het werkte niet. Het kan eindelijk dag worden. Nou dat is het wel. Haha. Yay! Let there be light! Gewoon met één oog open slapen. Voor rare dingen. Zeg maar, ik kan er helemaal niet met mijn ogen kan je praten. Ja. Met mijn ogen open slapen. Ding, 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 ding. 4 gold is gesmolten. Oké, attempt nummer 2. Voor een lava. We zitten het poortje hier zo. Nou, ik had maar 2 vissen, dus ik doe nog een poging voor wat vissen erbij. Ah, wat kost dat fijn. Wheat. Wheaty, wheaty, wheaty. Is er nog meer wheat klaar? Deze steen, is dit rijp? Ja, dit is rijp. En dan één. Je heeft al die verdomde planken gepakt. Wheat. Ik niet. Wheat, wheat, yo. Wheat. Ja. Heb jij al die planken gepakt? Ik heb maar 5 planken en 5 boomstammen. 1 setje van 64 en 2 trappen. Ja, waarvoor heb je zoveel? Omdat ik dat zelf heb gehakt. Ja. Hakken, hakken, hakken. Moment. Weet je hoeveel schep ik nu heb? 1, 2, 3, ja, niet te tellen. We hebben genoeg scheppen, dus schep hoef je het eigenlijk niet te maken. Oh, wacht, wheat doen we zeker niet. Oh, wacht. Is daar een aparte plek voor wheat? Ik zit de hele tijd te wachten totdat jij weer voor mijn beeld gaat, weet je wat? Gewoon... Alles voor cobblestone, alles van hout, wapens, tools, gereedschap. Ik zag je niet eens. We hebben voedsel, nog niks wat doen we voedsel? Wheat, waar moet ik dat laten? Hebben we nog niet. Nee, maar in dit kleine lege kistje nog maar. Ik doe het in het kleine kistje. Ja, verplaatsen we nog wel een keer.
Ik ga lekker eens even cobblestone maken. Jij zei mee. Dat je het in de woonkamer had gedaan? Ja, daar oh ja, dus de cook fish and bread, dat neem ik dan ook uit. Ja. Ja, dat doe ik in dat kleine kistje. En doe er dan een bordje bij. Ik heb geen materiaal om een bordje te maken. Oh. Yo, je hebt het slecht gemaakt. Je moet het werkt wel. Oh, fuck. Zo, drijft alles naar je toe. Oh ja. Oh, slim. Kijk. Kom eens hier naartoe. Stone farm. Mijn pickaxe is kapot. Geef me een pickaxe. Oh, ja. Ja, zie je wel zoiets. Ja, doe jij het maar eens, Jim. Met een pickaxe. Ja. En dan gaan ze even. Maak het even veilig, ja. Makkelijk, hè? Ja, kan gewoon blijven staan. Muis erop ingedrukt houden. En dan hoef je niet zo kansrijk uit de grotten te menen en zo. Ik ga hiervan een keer een zo'n grote maken dat die 20 blokken naast elkaar neerzet. Dus zo kun je lekker uren mijnen. Wat ik dan soms doe, als ik zoiets ging doen, hè, dan zou ik steeds gewoon zo gaan zitten klikken. Dan kijk ik gewoon lekker tv en dan heb ik gewoon knop ingehouden. Jeetje. Zo ja. Het meest in de hand. Yo, je kan aan deze kant er nog een. Oké, dat je nu de kijkers nu wel dat hebben genoeg gezien. Yo, je kan aan de andere kant ook nog eentje maken. Ja, ik kan een dubbele maken. Hey, hier zit ook een... Ja. Ja, oh. dat was een fout. Dat was een fout. Wacht, hier moet nog één modder, is te diep. Kijk al hier zo. Of aan deze kant. Maar ja, eentje is wel goed zo. Het werkt. Cobblestone farm. Hoe noem je dat? Cobblestone generator. Cobblestone generator. Ja. Er zijn ook hele ingewikkelde bouwversies en zo ervan. Ja dat zeker met pistons ook en zo. Ja. Dat weet ik denk ik niet. Ja. Daar, ik ga eentje met pistons maken namelijk. Het voelt alsof ik echt aan het vissen ben. Zelfde ervaring, de hele tijd naar een dobber te staren. Dobber. Kom. Ja, maar ik heb daar ook gevist en op een gegeven moment houdt het gewoon op. Dan komt er niks meer. Ja, je moet op een andere plek gooien. Ja, nou, bij 4 of 5 hield er bij mij ook op. Dan moet je gewoon op een andere plek gaan staan. Move de dobber. Iedereen zit naar iemand te kijken die aan het vissen is. Niet echt bijster interessant, nee. Hey, oh ja, jij had daar een berkenbos. Ja, kijk hè, ik zat er ook naar te kijken. We hebben mushrooms nodig, ik wil een mushroom. Ze zijn allemaal gegroeid. Een paar biggies. Biggie. Heeft iemand een boommeal? Biggie. Ik heb een bot. Volgens mij ergens in een chest gedaan. Oh, mag ik de bot dan? Kom eraan. Oh, hier hebben we nog een cave. Oh shit, ik heb geen torches bij me. Throw it. Je bent echt een dwarf. I am a dwarf and I'm digging a hole. Dikkie hole. Oh god. Heb je ook de Shadow van Israfel gekeken? Ja. Ik weet niet of ze nog nieuwe hebben gemaakt ervan. Ik heb een tijdje pas geleden niet... is er een nieuwe geweest. Aflevering 38 uit mijn hoofd. Oh, 37 was het laatste wat ik heb gezien. Dus oké, moet ja, er is weer een nieuwe. De tuin begint al aardig te groeien. Ik ben heel benieuwd waar deze grot heen gaat. Want dat is toch de nieuwsgierigheid heeft het beste van je. Ja, maar is dat nou weer die telefoon die ik hoor? Ja. Kan bijna niet te leggen aan de andere kant van de kamer. Maar wat doet hij dan heel de tijd? Dan komt hij ineens binnen, of wat dan ook. Wat... Ja, dan heeft hij even een signaal. Even signaal, nou. Want dat doet een telefoon, dan kan hij ook niks ja, doen. Ja. Wat wilde ik hebben? Ik wilde toortjes hebben. Ik ga hekken maken. En dan ga ik dieren verzamelen. Zat het bij gereedschap? Ja. Wil iemand me daarmee helpen? Oh, dat kan ik wel. Kunnen we dieren gaan kweken? Kijk, krijg ik ook wat meer eten. Dat lijkt me wel wat. Even kijken hoor. Waar beter had ik dan alleen brood? Waarom kan ik... Brood maken met ham. Ik heb wheat, dus ik kan biggetjes lokken. Ik heb ook wheat, maar ik heb hekken. Dus waar zullen we het boerderijtje plaatsen? Beetje... Verder door, weet je hier zo. Na deze bomen. Kom een open veld tegen. Nee. Oh. Hier is al gelijk een koe. Een schapen en kippen. Waarom kan ik geen red mushroom neerzetten, dammit?
Zo. Vind ik wel even genoeg. Kom je helpen met de boerderij? Ik kom helpen met de boerderij. Er is de boerderij die even pakken uit de garden, denk ik. Nee, ik heb de laatste wiet al verzameld. Oh. Ja, dat kan ik heb 5 wiet. Hoeveel wiet heb jij? Ik heb 6. Oké. We kunnen wel een paar dieren kweken, maar eerst moeten we ze even opsluiten. Oh, je hebt gelijk 2 koeien. 3 koeien heb ik. 3 koeien, oké. Het enige wat je nu moet doen is stilstaan voor me. Nou. Met wiet in je handen. Juist hier zo waar ik sta. Piekie, 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 kom in. Met die koeien staan juist waar ik de hekken wil plaatsen. Oké, okay, dus we moeten een beetje hierheen. Oh, koe, koe, koe. Ik doe gewoon 1 grote vlak. Niet te veel moeite zoals we bij de vulkaan hebben. Want bij de vulkaan Kuro Island hebben we gewoon voor elk dier een andere vak. Weet je wel, een vak voor kippen, een vak voor varkens. Dat is toch leuk? Ja, maar dat is gewoon nu even te begin. Tot we de boerderij verzoenlijk hebben gemaakt. Mijn ik krijg gewoon geen kans om die stomme mushroom tree van te maken. Nee, oh, dan doe het gewoon bij het strand. Je gaat het toch helemaal weghalen. Dat gaat niet. Want ik kan die mushroom niet meer in het licht zetten. Heb jij toevallig hout? Ik heb niet genoeg hout voor hekken. Nee, ik heb niet zoveel hout. Ik heb ook geen hout. Ik heb nog 12 hekken. Loop er nog een eentje weg. Niet weglopen. Loop binnen in die hek daar, ja. Probeer ik het dicht te maken. Ja, ik heb de aandacht. Alleen 1 kip kijkt nog niet. Kip! Hey! Bij hey, kip. Oké, okay, we moeten even hout hakken. Nou, dan blijf ik maar staan dan, oké? Okay. Nee, kom maar helpen. Die koeien je gewoon weer verzamelen. Ik moet even een bel maken. Ik heb grijze mushrooms nodig. Doe gewoon de wiet nu weg en dan blijven ze daar. Daar zijn jullie. En dan komen ze dan bij de gebied. Of Yves, heb jij hout? Ja, ik heb nog wel wat houten planken. Dan kan je maak er maar stokken van en maak maar hekken. Hier, daar gaat die gast alweer. Zie je wel, kijk hoe snel ze er alweer uitlopen. Die rukker. Die rukker. Hier zo. Hier, dan gaat die andere gast er ook vandoor. Wat is er nou? Hier. Die denkt, ik wil niet opgegeten worden. Wordt hij ook niet. Daar wordt eerst gestekt. Kom maar hoor. Heel lekker biefstukje. Ja hoor. Biefstuk, heerlijk. Ik maak die ook wel eens zelf. Nou, dit is een biefstuk gemaakt. Ja, maar om het echt goed te kunnen, dat... Ja, dat is wel luister ik nou. Ik maak hem altijd medium. Dat hij nog rood van binnen is. Ja. Nee, geef mij maar rare. Wat, helemaal ruw? Nou, net even... Ja, dat een beetje, dat is weer medium of rare. Vind ik het lekker. Ik kan rode mushrooms geen mushroom tree meer van maken. Gek. Ik wil nu bruine mushrooms proberen. Ik zit nu stokken te maken. En het wordt donker. Het wordt donker. Oké, nou ik heb 6 hekjes. Het is alweer half 1, jongens. En meid. Ja, het is voor ons wel een beetje tijd om... Ja, precies. Ja, we moeten we moeten morgen om 8 uur weer op, hè. Meen je niet. Oh, yeah. Had het gezegd, joh. Ah ja, het hoeft. Ja. We kunnen wel wat hebben. Je hoeft hopelijk niet goed wakker ervoor te zijn wat je moet doen. Hondentraining. Nou ja, jij niet. Jij hoeft alleen maar te hoef alleen maar te rijden. Nou, daar hoef je niet wakker voor te zijn. Nee hoor, nee. Kom er maar uit. Kom er maar uit. De dieren zijn op. Is het ja. Klaar? Ja, je hoeft nog maar 1 hekje te plaatsen, dus... Niet mee afsluiten! Oké, maak maar dicht. Snel voordat de kip gaat! Oh. Wie zit er nou te slapen, jongens? Serieus? Zit ik alweer te slapen? Ja, jij moet het laatste hekje plaatsen. Ik moet die daar was ik mee bezig. Nou, er gebeurde niks. Kip. Kip. Ja. Nee. Een rukkip. Oh, koe gaat er ook uit. Koe, terug naar binnen jij. Terug naar binnen. Waarom letten ze nou niet op mijn weed? Hey, kip. Hier. Nu gaat hij als een gek rond.
We moeten die kip hebben, dood die kip niet. Eentje zit je te volgen en de koe zit te volgen. Loop naar binnen. Duw het. Oh, niet de wietweg. Oh, nu sluit je ons op. Ja? Zit ze erin? Kim, volg mij. Ja. Doe de wiet weg. Nope. Oké, okay, ik... kom hier, Jim. Oké, okay, daar hier. Is het goed. Snel. Mag dicht. Oké. Okay. Dicht. Nou, dan hebben we één kip gemist dan. Wat een kut kip. Oh, kill the chicken. Chicken meat. Ja. Chicken pork. Nou, hoe gaan we afscheid nemen deze keer? Weet niet. Hoe gaan we afscheid nemen? Tot de volgende keer. Ja, laten we eerst terug naar de huis lopen, dat we veilig zijn. Ja, precies. Laatste ding wat je wilt is dat je terug in de server gaat en je zit een creeper direct naast je. Ja, heeft iemand torches? Die moeten even op de tweede verdieping. Ja, ik heb torches. Ik heb 47 torches. Ik ga de bed alvast naar boven brengen. En dan kan ieder zijn eigen kamer inrichten. Ja, dat komt wel, maar eerst zet ik ze op een leuke manier neer. Oké. Okay. Oh shit. Mijn torch blijft weggaan dan. Hup. Is al genoeg verlicht. Hup. Zo. Oh. Zo, zijn we even allemaal gaan slapen? Ja. Ja. Met de voeten naast de voeten. Kijken we allemaal elkaar aan. Ja. Grappig grap. Jam. Ziet er leuk uit. Nou. Is wel leuk. Fucking hell. Fucking hell. Nou mensen. Ja, tot de volgende keer. We moeten nog een naam verzinnen voor deze series eigenlijk. Gewoon de naam van de map, klaar. Ja, simpel. Ja, oké. Okay. Map. Dan moet ik nog een intro maken. Zo. Hè? Wat? Eldaria heet het. Eldaria, ja. Aldaria. Eldaria. Eldaria, yeah. Zoiets, fuck it. Fuck it. Nou mensen. Toch een volgende lange keer. Avond, hè? Yeah. Ja. Volgende week wat korter of gaan jullie volgende week vrijdag iets doen? Volgende week heb ik avonddienst. Dus Oké. Ik heb om de week heb ik dagdienst en daarna weer avonddienst. Dus dan werk ik tot 10 uur. Nou goed, maar ik ga stoppen. Tot de volgende keer. Ja. Doei. Doei.